De sterke daling van het aantal actieve COVID-19-gevallen geeft aan dat Suriname mag afstappen van de alertheidsstatus code rood. Eind mei was ons land genoodzaakt om deze status te hanteren vanwege verspreiding van het coronavirus binnen de gemeenschap met onbekende bron. Na ruim 7 maanden sinds de eerste positief geteste persoon zich aandiende op 13 maart, mag gesteld worden dat Suriname is gelukt om COVID-19 te beheersen. Tot op dit moment zijn er 35 actieve cases. Ondanks de start van het onderwijsproces en het inzetten van het openbaar vervoer, is het aantal besmettingen niet toegenomen, meent minister Amar Ramadien van Volksgezondheid. Ik complimenteer de samenleving nog steeds voor de medewerking, de inzet. En we zien dat de bewustwording ook steeds beter is. Natuurlijk heb je hier en daar altijd nog wat van die momenten dat we zien dat het een beetje misloopt. Maar u ziet dat de regering wil gaan naar een stukje normalisatie. Dus we mogen weer sporten, recreatief. Daar heb je ook gezien het presidentieel besluit. We zien vooralsnog hele goede cijfers. En ondanks we dus eigenlijk 3 grote zaken hebben opengesteld. Dat is het openbaar vervoer, het onderwijsproces en nu het recreatief sporten. Zien we dat de trend van cijfers blijft dalen. Dus dat geeft aan dat we ons wel committeren aan die maatregelen. Want als het mis zou gaan, dan zouden we het wel merken in de afgelopen maand zeker. Aan de hand van de dalende cijfers op het COVID-19 dashboard heeft president Chandrika Prasad Santokhi enkele voorzorgsmaatregelen versoepeld voor de komende 2 weken. Ook gaat de partiële lockdown nu 1 uur later in om 10 uur 's avonds. Ik vind het wel goed, want vooral voor de mensen die werken en die het kunnen halen, 8 uur, dan is het toch een beetje makkelijker voor hun. Ik zie er geen nut aan. Waarom niet? Omdat bijvoorbeeld COVID werkt niet met tijd, vind ik. En als het voor zo'n van 9 naar 10, had ik geen nut. Het kan tot 12 uur gaan. Waarom zegt u dat? Nee, is het beter toch? A lockdown 10 euro. Ja. Ik denk dat als we moeten doen, zo toch. Je zou hebben voor hoe precies, poco draait, voor hoe zomaar die naar straat, voor hoe zomaar go fascina gaat er zo maar toch. Ik denk dat als we go doen, zo. Als we moeten doen, zo 10 euro toch. Lockdown tijd 10 euro is een beetje beter, want een heleboel mensen houden niet aan de regels. Dus 10 euro is een beetje beter. Dus ze kunnen een beetje later naar huis. Dus dat is een beetje beter dan normaal. Hoewel er de afgelopen dagen sprake is van een dalende trend in het aantal positieve gevallen, wordt de situatie nog goed in de gaten gehouden, verzekert minister Ramadien. Zolang er binnen 24 uur niet meer dan 25 positieve gevallen worden geregistreerd, is Suriname op de goede weg. We geven duidelijk aan, en u ziet het ook in de besluiten, dat we niet alles vrijgeven. Bars, nightclubs en clubs. Ook andere zaken zijn nog steeds gesloten. Ook feesten laten we niet toe, bewust. Omdat gebleken is internationaal dat feesten superspreading events zijn. En ik heb ook gezien een paar keer bij een religieuze bijeenkomst waar ik geweest was, dat feesten onder, of althans een evenement onder protocol niet werkt. Het werkt echt niet. Op een gegeven moment verslapt het gewoon, omdat iedereen meegaat met de sfeer. Dus helaas zullen we daarover nog niet kunnen goedkeuring kunnen geven.